Aankomende nacht is het zover. Om 4 uur zal het startschot klinken voor de 105e Nijmeegse Vierdaagse. Maar natuurlijk was er de afgelopen dagen al van alles te doen. Een overzicht van de hoogtepunten zie je dagelijks in de Vierdaagse update. Afgelopen zondag, maar ook vandaag, hadden de wandelaars de mogelijkheid om hun startbewijzen op te halen. Op de wedren stonden lange rijen, wat hier en daar toch voor wat irritatie zorgde. Maar je komt er natuurlijk niet onderuit, want zonder polsbandje kun je niet meedoen. Op de wedren hier waar het gewoon een drukte is, want iedereen is heel druk met het ophalen van de startbewijzen. Maar René en Henny uit Wiegen, jullie komen uit Wiegen toch? Hè? Bergharen. Ja, Bergharen, ja, gemeente Wiegen. Ik zie aan het bandje rood, maar ik zei net tegen René, en dat durfde ik niet tegen Ria te zeggen, of Henny te zeggen. Want ja, als je 50 kilometer loopt en het een beetje zo uitziet, dan hoef je het volgens mij niet meer, maar je doet het toch. Ja, wij vinden het gewoon fantastisch om toch de kilometers te kunnen maken die we kunnen lopen. En ja, we willen eigenlijk voor het maximale gaan. We mogen 30, maar we hebben gezegd, zolang we 50 kunnen lopen, blijven we 50 lopen. Vele lopers lopen mee voor het goede doel. En ja, we lopen hier rond en iemand geeft mij een kaartje en die zegt, wij zijn van de stichting Dream for Kids. Wij lopen voor het goede doel. En Kitty is een beetje initiatiefnemer, mag ik wel zeggen, van de stichting. Ja, klopt. Ik ben vrijwilliger bij de stichting. En jaren geleden gestart om, als ik dan toch ga lopen, kan ik het net zo goed doen. En zorgen dat er geld binnenkomt voor de stichting. Dus... Waar staat de stichting voor, Dream for Kids? Dream for Kids is een stichting die droomdagen organiseert voor kinderen met trauma's. En dat kan, het kunnen alle soorten trauma's zijn. Van verwaarlozing, misbruik, mishandeling, oorlog, vechtscheidingen, verlies van een van ouders of eventueel opa en oma, wat gewoon heel veel impact heeft. En op het moment dat kinderen dan vanuit hulpverlening doorgestuurd worden naar ons, dan zijn ze alweer op weg naar herstel. En wij proberen ze dat extra positieve duwtje in de rug te geven om te zorgen dat ze ook weer het vertrouwen een beetje in de wereld en in de mensen gaan terugvinden. Zet je terug in de maatschappij, zeg maar. En daar is geld voor nodig natuurlijk. Ja daar is geld voor nodig. Dus wij zetten ons dit jaar met 22 man in om geld in te zamelen voor de stichting. Succes, heel veel geld binnenhalen. Ik zeg het nog één keer voor de mensen die kijken en luisteren. Dreamforkids.nl. Kitty, dankjewel. Peter, je zegt net, ik loop voor de eerste keer. Klopt. Klopt helemaal. Hoezo dit idee? Wel altijd kijken en een biertje drinken. Maar nou moet het er maar een keer van komen. Dus de feesten heb je wel echt, die ken je wel uit het hoofd inmiddels. Zie je ook wel. Ja. Ja, feesten is altijd leuk, maar ja, je moet hem een keer gelopen hebben. Ja. Want je komt echt uit Nijmegen, zeg je net. Dus als Nijmegenaar vind jij, moet je hem een keer gelopen hebben. Is dat echt het motto voor de Nijmegenaar? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja. Je moet erover mee kunnen praten. Dat denk ik wel, ja. Maar dan loop je de 40, dus... Had je dan eigenlijk niet de 50 moeten doen? Zijn aan het begin al te lachen welke, natuurlijk. Welke heb jij gelopen? Weet je dat ik uit Nijmegen kom dan? Nee, maar je zegt dat de 40 niet telt. Wel, ik vind alle afstanden telden. Ja, maar eigenlijk de koningsafstand zeggen ze is de 50. Maar ik vind meedoen is belangrijker, vind ik ook, als het doen. Ga je dan helemaal niet meer feesten nu? Want ja, vanavond en... Maandag. Maandag de stad en woensdag en vrijdag natuurlijk. Ja, dus je wilt toch wel wat even nog wel proeven in de stad. Zeker wat bier drinken, zeker. Nou, dat biertje wens ik je zeker toe. Hey, veel succes samen en ik denk dat het wel gaat lukken. Dankjewel. Succes. Ja, ook zijn dit weekend de verschillende vierdaagse campings weer geopend. Rijen caravans stonden klaar om een mooie overnachtingsplaatsje te bemachtigen. Zo ook op de camping in Malden. Ja. Jullie staan hier op de vierdaagse camping in Malden en ik neem aan dat u hier komt omdat u de vierdaagse gaat lopen. Zeker, ja. Ja. Voor de 11e keer. 11e keer alweer. Ja. Ja. Waarom denkt u toch elke keer weer, laten we het nou maar weer eens gaan doen? Nou, mijn dochter zei vorige week nog van... Mam, je hebt toch al lang bewezen dat je dat kunt, waarom ga je weer? Omdat het gewoon leuk is, omdat het gewoon fijn is. We wandelen gewoon heel erg veel en daar voelen we ons prima bij. En ja, het is een evenement waar we zeg maar 11 jaar geleden aan begonnen zijn. En
ja, dat laten we gewoon niet meer los, denk ik. Ik weet het niet. Ze zeggen wel eens, het is het Vierdaagse virus. Ja. Maar dit is dus echt een virus dat je te pakken hebt. Ja, nou, dat is misschien wel het juiste woord, ja. Virus. Dus ik heb het virus te pakken. Ja. Het gezellige op de camping is natuurlijk ook dat men elkaar treft en even een babbeltje kan maken. En u kwam net aan. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen? Met Peter van Velzen. En Peter komt uit? Ik kom uit Kudelstaart. Nou, mijn topografie is redelijk goed, maar nu moet ik toch wel even nadenken. Dat ligt tussen Lamuiden en Uithoorn in. Kijk. Mensen denken allemaal in Brabant, maar het is meer richting Noord-Holland. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Een eindje hier naartoe gekomen. Ik kwam net aan, hoorde ik al eens. Ik heb net met de caravan of een tentje? Nee, ik heb een tentje. Een vierpersoons tentje voor me alleen. Dus dat is altijd makkelijk. Kunnen dan drie mensen nog bij als nodig is. Ja. Ruudje zei net tegen mij van ik heb gisteren ook meegelopen met de vlaggenparade. Hoe was dat? Ja, was leuk. Was een keer leuk om mee te maken. Nooit gedaan. Maar dat was de eerste keer. Ik zie dat je liegt. Je hebt het al vaker gedaan. Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Maar althans de vlaggenparade niet. Nee. Maar nee, ja, ik had me er iets anders voor voorgesteld. Ik denk, het is gewoon lekker kort ergens een pleintje op, stadion binnen, à la Olympische Spelen, een keer zwaaien en je bent klaar. Maar ja, het was iets langer. Maar nou, dan moet ik je teleurstellen, dat is al een aantal jaren niet. Voorheen was het inderdaad in het Goffertstadion, nog echt een oude Goffertstadion, er was daar de vlaggenparade. Maar nu was het inderdaad door het centrum heen en dan uiteindelijk wel op de wedren, waar je nog een aantal keren deze week hoopt te finishen. Daar finish je nu weer. Ja, dat klopt. Ja, ik hoop inderdaad daar wel tot vrijdag iedere dag aan te komen, ja. Hey, zeg, het is ook gezellig. Is het dan ook 's avonds? Want ik kan me voorstellen, jullie moeten allemaal vroeg op. Is het dan ook gewoon niet om 9 uur dat iedereen gewoon lekker tentje, caravannetje in en heel zachtjes iedereen is? Nou, dat is wel de bedoeling, maar dat is ook prima toch? Ik bedoel, je ziet elkaar de hele dag aan tijdens het lopen. Dus op een gegeven moment is het kaarsje ook wel uit, hè, om 9:30. Ja. Vorig jaar voor het eerst gelopen? Nee, 8 jaar geleden al. 8 jaar geleden, dus eventjes gewoon een break gedaan, maar waarom? Ik heb wat andere wandelingen gedaan en nu ga ik weer de Vierdaagse lopen om mijn dochter te lopen. Voor de eerste keer loopt zij hem. En dat is samen, hè? Dat is leuk, moeder-dochter. Ja. Wat heb je haar verteld al over die Vierdaagse? Dat vooral heel lang is, die 40 kilometer iedere dag. En dat wel ook één groot feest is. Het is een happening die je mee moet maken. Ja. Hey, met hoeveel man zijn jullie hier? Wij zijn met een groep van 11, althans voor de 50 kilometer. We hebben nog 11 mensen volgens mij voor de 40 kilometer. Ja. Okay, en die verblijven allemaal op deze Vierdaagse camping? Ja, we zijn al jaren hier zo. Het is prima, prima geregeld, prima georganiseerd. Ja, ja, dat zie ik. Ja, goed geregeld. Ja. Tapje erbij, alles. Kijk, ik zie het al. De koelkast gevuld met drank. Eigen jullie komen niks tekort? Nee, precies. Nee, maar daar gaat het ook om. Hè. Je moet het, als je het doet, moet je het goed doen. Ja. Is dat ook echt een beetje het geheim? Hè? Het lopen ook met plezier een beetje combineren? Ja, het is de fun die je met elkaar hebt, wat het wel aantrekkelijk maakt om ieder jaar weer te doen. Ja, dat is wel, dat is wel het motto van ons. Ja. De aftrap voor de Vierdaagse feesten stond afgelopen zaterdagmiddag op de planning. Al eerder op de middag waren er al optredens en activiteiten. Maar de officiële start vond om 4:00 middags plaats. Dit gebeurde op 22 podia tegelijkertijd, waar overal dweilorkesten klaar stonden. Na een openingswoordje speelden de orkesten tegelijkertijd het nummer Celebration. Op de Grote Markt was ook de Nijmeegse burgemeester aanwezig. Wie komt hier allemaal uit Nijmegen? Hey! En ik zie ook een paar handen niet omhoog gaan. En vooral tegen de Nijmegenaren zeg ik, laten we ons nog en meer, nog duidelijker van onze beste kant laten zien. Want toevallig is vanmiddag bekend geworden uit een groot merkonderzoek onder 50.000 Nederlanders dat de Vierdaagse op de eerste plaats, de feest op de vijfde plaats, het meest populairste en meest gewaardeerde evenement van heel Nederland is. En dat is op zich al geweldig nieuws. En na een korte speech is het de hoogste tijd om af te tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
ook de vuurwerkshow zette zondagavond weer de Waal in vlammen. Jaarlijks heten de gemeente Nijmegen, Stichting Vierdaagse Feesten en Stichting De Vierdaagse alle bezoekers en deelnemers welkom in de stad middels deze show. Het was opnieuw een groot spektakel met 14 minuten lang non-stop vuurpijlen en knallen. Na de laatste harde knal klonk er dan ook een luid applaus door de stad. Eerder op zondag in de vroege ochtend vond in de Stevenskerk de jaarlijkse Vierdaagse Mis weer plaats. Een bijzondere editie deze keer, gezien het de 60ste keer was. Het thema was dan ook 60 jaar Godsvolk onderweg. Ook de Bibliotheek Gelderland Zuid heeft rondom de Vierdaagse een heel programma opgesteld. Zo zijn er onder meer verschillende voorleesmomenten voor kinderen. Maandagmiddag vond er zo'n voorleessessie plaats, deze keer door niemand minder dan burgemeester Hubert Bruls. Op een late namiddag, die naar Dennennaalden rijdt, rijdt een auto met een diep brommend geluid. Aan het stuur zit een man en achterin zit een jongen die naar buiten staat. De jongen bent ik. Er wordt voorgelezen, we hebben schrijvers die op bezoek komen. Er is een speurtocht waarbij je langs de verschillende instellingen hier op het plein gaat. We hebben een lekkere luisterhoek waar je kan gaan chillen en luisterverhalen kan luisteren. Okay, en wat voor mensen komen hier dan bijvoorbeeld allemaal zo op af? Overdag is het heel erg, zijn het ouders met vrij jonge kinderen, dus tot een jaar of 6, 7. Het is gewoon een heel lekker plekje om dan te zijn. Je kunt zien, je hebt lekker een beetje ruimte om je heen. Je kunt knutselen, lekker boekjes lezen, iets lekkers drinken bij Lux. Dus het is gewoon een heel relaxte plek om 's middags met jonge kinderen de Vierdaagse feesten te vieren. Hi, wat is jouw naam? Jette. Hi, en wat is jouw naam? En jullie hebben net naar Bruls geluisterd, hè? Wat was het verhaal wat hij aan het vertellen was? De eerste was, dat weet ik niet meer, en de tweede was dromen. Over dromen. En wat vond je van Brulse verhalen? Leuk. En wat zijn jullie nu aan het doen? Aan het tekenen. En wat zijn jullie een beetje aan het tekenen? Ik ben aan het stoepkrijten. En wat ben jij aan het maken? Ik wou net beginnen aan een droom. Oh, oké. En wat voor een droom wordt dat dan? Een grappige. En met wat voor reden doet de bibliotheek dit? We doen dit omdat we het gewoon heel erg leuk vinden voor de stad, dat er van alles en nog wat te doen is. Plus dat het gewoon een hele mooie manier is om mensen weer even met verhalen en met boeken in aanraking te brengen. Want je hebt... En waarom is dat zo belangrijk, dat mensen in aanraking komen met boeken en verhalen? Het is gewoon ontzettend fijn als je taalvaardig bent, als je gewoon veel woorden kent, als je makkelijk kan lezen, als je goed jezelf kan uitdrukken. Dat is gewoon heel erg fijn. En dat is op een hele mooie manier kun je dat doen door mooie verhalen te luisteren. En wat zou dan voor jou bijvoorbeeld een beetje het hoogtepunt zijn hier? Wat zou je zeggen, hier moeten mensen echt naartoe komen? Nou ja, wat ze dan eigenlijk net hebben gemist is dat natuurlijk burgemeester Bruls hier heeft voorgelezen. Maar als we nu even vooruitkijken naar wat er nog komt. Hebben we bijvoorbeeld morgen Ivan Kudogam. En hij kan fantastisch voorlezen uit zijn Anansi boeken. En wat voor verhalen gaat hij dan bijvoorbeeld voorlezen? Allemaal van de spin Anansi. Dus hij heeft 4 boeken geschreven over de spin Anansi. En dat is eigenlijk een hele slimme spin. En daar zijn allemaal verhalen over. Okay. Nou, dat was het eerste boek. Dank jullie wel voor het luisteren. Het was vandaag een wat wisselvallige dag, maar het aantal buien in onze regio bleef gelukkig zeer beperkt. Morgen op de eerste wandeldag belooft het een vrij zomerse dag te worden. De vroege starters doen er wel goed aan om een extra vestje mee te nemen, want het kan vannacht afkoelen naar een graad of 10. Morgen overdag lopen de temperaturen snel op en wordt het uiteindelijk zo'n 25 graden. Het blijft morgen ook droog. De dagen erna doet de temperatuur een stapje terug en is er ook meer kans op een bui. Woensdag zal daarbij de dag van de meeste bui zijn. Donderdag valt nog een enkele, maar met 23 graden is het dan verder prima wandelweer.
Tot zover de vierdaagse update voor vandaag. Houd onze website rn7.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En check ons YouTube kanaal voor de nieuwste video's. Tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds zijn we live op Radio en TV met alles rondom de vierdaagse. Voor de wandelaars morgen heel veel succes. En dan zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe update. Tot dan!